Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video van Trailer Plus. Ik wil het in deze video hebben over rammel de rammel. Goedgekeurde sloten en dan met name van het merk Double Lock. Double Lock die maakt SCM goedgekeurde beveiliging. Maar kijk, ik heb er hier twee bij me. En even goed laten zien. Er zit nogal wat verschil in. Zoals ik in een andere video al aangaf, zijn er koppelingen met verschillende boutaansluitingen. En dus zijn er ook goedgekeurde sloten met verschillende boutaansluitingen. Je kan niet zomaar een willekeurig slot kiezen om bij welke koppeling dan ook zomaar erop te monteren. Je moet echt even kijken naar welk type koppeling je hebt en wat de boutaansluiting is. En het gewicht speelt erbij een rol. Double Lock heeft een heel handig keuzeschema voor. Die zie je zo meteen. En daarmee kan je al aardig goed filteren welk slot je moet hebben. Welk slot op jouw koppeling past. Wat daarbij belangrijk is, is dat je eens even kijkt naar het merk en type van de koppeling. Het laadvermogen. En naar de boutaansluiting. Dat staat in het schema mooi aangegeven. Je volgt de pijlen en dan kom je vanzelf bij het goede slot uit. De foto's lijken soms op elkaar. En dat is ook wel een beetje de verwarring van Double Lock. Waardoor het lijkt alsof die sloten gewoon op elkaar passen. Maar let dus goed op het laadvermogen en op de boutaansluiting. Kijk, bij deze zie je dat het kruislinks is, dus de bout horizontaal en de bout verticaal. Dus die past op deze koppeling die ik in die andere video ook gebruikte met de verticale bouten. Dan komt het slot wordt gemonteerd onder de originele boutgaten. Ik heb hier even voor de video een losse bout mee, maar in de set van Double Lock zit een complete set met bouten, moeren, vulringen die hier tussen komen om alles goed sluitend en passend te monteren. Maar op deze manier wordt dat gemonteerd. En dan is het dus belangrijk dat het de juiste koppeling bij het juiste slot is. Kijk, want zo wordt deze vergrendeld. Het is allemaal wat. Ja, dat lukt allemaal. Maar de vork die komt onder de trekhaakkogel door. Ik kan dat zo op deze manier laten zien. Hij komt zo, hij gaat dicht. En dan zit de vork onder de trekhaakkogel, zodat de koppeling niet meer te bedienen is. Die kan niet van de kogel af. Andersom, als er geen kogel is en je staat afgekoppeld, dan kan die dus ook niet aangekoppeld worden, omdat die vork niet om de kogel heen past. Je krijgt hem gewoon niet achter de auto. De Double Lock heeft er mooie complete setjes voor. Met bouten en moeren complete montagesets. Alleen kijk wel goed naar de aansluiting en naar het type koppeling wat je hebt. Dus wanneer je goed let op het merk en type koppeling, het gewicht en de aansluiting van de bouten, dan heb je al een hele grote selectie gemaakt voor het juiste slot. Mocht je daar nog niet uitkomen, neem contact op, vraag, bel, mail, op welke manier dan ook, en dan sta ik je graag te woord. Mocht je naar aanleiding van deze video nog vragen hebben, zoals ik al zei, neem contact op. Ik hoor graag van je wat we eraan kunnen doen om die onzekerheid weg te nemen. Meestal als je een foto stuurt van je huidige koppeling, kunnen wij vrij snel zien welk slot daarbij past. Ja, dan hebben we eigenlijk geen onnodig heen en weer sturen. En heb je ook een slot wat meteen te gebruiken is. Wij leveren de sloten vrijwel allemaal uit voorraad. Dus het hoeft niet lang te duren. Heb je nog vragen? Neem contact op. En ik hoop dat je wat hebt geleerd van deze video. En dat je het interessant vond. Wie weet tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En graag tot ziens. Dag.